Heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja. Schattig. Wij gaan een bod doen. Ja, heel ik graag. Niet hoor, mevrouw. Ik zit in een verzorgingsflat. Ja, maar ik doe graag een bod, ja. De een vindt het geweldig. Nee, ik ga er niet op bieden. De ander heeft er niet zoveel mee. Ik ben namelijk geen fan van het Koningshuis. Ik vind het echt niet zo bijzonder. En onze hele koninklijke familie stamt op geen enkele manier af van Willem van Oranje. Toch komen ze allemaal even kijken. Ik weet niet of dat mag hoor, meneer. De kringloopwinkel in Lelystad heeft het dan ook echt als een pronkstuk neergezet. Het tafeltje uit Paleis Soestdijk. Ik ben natuurlijk koninklijk gezind. Maar dat is het niet helemaal. Het past bij mijn interieur. Het adel is gewoon bedacht door de heersende klasse om zichzelf een status te geven. En ga bieden. Zitten er geen sleuteltjes meer bij? Het tafeltje gaat naar de hoogste bieder en de opbrengst gaat naar een goed doel. Ik heb twee biedingen binnen per e-mail. Eentje van €500 en eentje van €575. Zo. Nee, daar ga ik dus niet bovenaan. Het loopt nog niet storm qua biedingen. Al schuwt de kringloopwinkel geen enkele verkooptruc. Die brief die erbij ligt, zal die erbij hoor. Zal ik hem stiekem voor u pakken? Hartelijk dank voor de morgenschenk waarmee u een jonge moeder blij maakt, Juliana. Beatrix, 31 januari 1939. God, wat leuk hè? Ja toch, is toch enig? Maar dit briefje hoort helemaal niet bij het tafeltje. Eigenlijk is het nog een raadsel of de koningin het meubelstuk bezat of misschien wel de kok. Wel is echt zeker dat het uit het paleis komt. Dat bewijst het brandmerk. Ja, dit is natuurlijk schitterend. Kijk, stukken uit koninklijke huizen komen bijna nooit op de markt. En als zij op de markt komen, dan blijft het vaak in het wereldje van de verzamelaars blijft het zitten. En het komt zeker nooit bij kringloopwinkel. Tenminste, ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Er kan geboden worden via e-mail. Wat brengt dit unieke tafeltje op, is de grote vraag. Als die merktekens er niet in hadden gestaan, dan zou ik zo'n tafeltje normaal taxeren op hooguit een paar honderd euro. Maar ja, er zijn heel veel verzamelaars van dingen van het Koninklijk Huis. En dan... ja, dan wordt de markt wel een beetje groter. En ik kan mij voorstellen dat hij dan ook wel een klein beetje meer op gaat brengen. Maar wat hij precies op zou kunnen brengen... ja, dat is met dit soort dingen altijd heel erg lastig te zeggen. Wat de gek ervoor geeft. Het is een beetje wat de gek ervoor geeft. 5,75 wat het laatste oh, nee, dat ik heb gehoord. Nee, dat doe ik dan maar niet. Nee. Wordt een beetje te gek voor u? Dat wordt te gek, ja. Ja, dat is natuurlijk te gek. Dus wie het schrijftafeltje graag in huis wil hebben, het is nog beschikbaar.